Dan gaan we met 4 tankauto's buiten rijden. In dit geval, omdat het op de grens was, zijn er 2 in Midden-West-Brabant en 2 van Zuidoost-Brabant gealarmeerd. En daarbij, omdat het een natuurgebied is waar weinig water is, hebben we ook meteen opgeschaald met watertanks vanuit Midden-West-Brabant, Brabant-Zuidoost, maar ook van onze vrienden uit België. Een stuk land van 100 bij 500 meter ging in vlammen op. De grondwaterstand is nog vrij laag. En daar kan bij dat de natuur nog moet ontwaken. Je ziet nog geen blad aan de bomen, dus die sapstromen moeten nog echt op gang komen. En zodra die op gang komen, wordt het risico bosbrand weer wat minder. Regio Midden-West-Brabant heeft sinds kort de beschikking over een droneteam. En die hebben ze gealarmeerd om het gebied in beeld te brengen. Op dit moment zijn ze bezig om daar nog hotspots mee te zoeken, kijken van waar we nog echt flink moeten nablussen. Rond 3 uur had de brandweer de brand onder controle.